Wauw, knoedepoel. Oeps, als ze me maar niet prikken. Wow. Nee, zei ik, zie ze. Waar dan? Daar. Oh, daar. Zie dat, kom. Hey Google, goedemorgen. Hoi Madeleine. Er is één item voor vandaag. Je hebt een dagvullende afspraak met de naam Nieuwe Vlog Google. Dankjewel Google. Goedemorgen liefjes. Ik ga vandaag weer een nieuwe ervaring opdoen met Google technologie. Ik weet nog steeds niet wat, maar ik ben er frisse fruitig voor, gedoucht en klaar. En dan krijg ik hulp van ervaren vloggers en experts. En dat deel ik hier met jullie op YouTube, zodat jullie er ook van kunnen leren. Dan leren we allebei samen. Kulouni heeft er ook zin in. Hij denkt namelijk dat hij eigenlijk de ster is. Misschien is het ook zo. Kom, we gaan beginnen. Zo, koffertje op. Omgekleed. Ik vind het altijd heerlijk om 's morgens even al mijn foto's te kijken. Dit is een foto van mij en mijn 6 broers. En ik heb natuurlijk ongelooflijk veel nichtjes en neefjes die altijd online zijn, waarmee ik wil contacten. En ja, vroeger moest je alles via een fotorolletje doen, maar nu kan je het gewoon allemaal online doen. Dit ben ik in jongere jaren. Beauty, al zeg ik het zelf, maar dat is helaas voorbij. Dan hebben we hier mijn schattige Woofy James. Dat was ook zo'n kanjer. Als Clooney dat hoort, wordt hij zo jaloers. Maar ze horen allemaal van mij. Weet je wat zo leuk? Ik heb nu een nestup. En dan kan je al je foto's met je familie delen. En die kan het zo zien. En het is altijd zo leuk om in contact te zijn met je familie. Kijk, dit ben ik met mijn broer. Dit is mijn neefje. Oh, dat is zo'n schatje. We waren op een feest. Hier waren we met de familie op knokken. En het is zo leuk, want er was een kleine neefje bij. Ah, dit is onze Amy. Een soort surrogaatdochter. Ik mis toch iemand in Nesthub. Wil jij ook in het apparaat? Zit je daarom een beetje met je rug naar me toe? Ben je gewoon beledigd? Zal ik dan straks een fotootje van je gaan maken? Ja? Wil je wel model zijn? Wauw, Kloenepoen. Kijk eens, ik wil je oogjes erop. Clooney. Clooney. Hoor maar, nee, we gaan niet... Clooney, je bent mijn model nu. Je houdt wel van de aandacht, maar je moet gewoon even stilstaan, want anders kan ik geen foto van je maken. Hij neemt de regie over, terwijl ik probeer hem te regisseren. Zal je net zien, zet ik de camera uit, gaat hij mooi zitten. Maar het is een heel gedoe om zo'n bewegelijk beestje op het beeld te krijgen. Oeps, daar zou je ze hebben. Beste Google-vlogger, we gaan je helpen met een fotoalbum te verrijken met wat professionele plaatjes. Daarom sturen we je vandaag op pad met de talentvolle wildlife-fotograaf Stijn Dijkstra. Dat is best gaaf. En Kloen, misschien krijg ik jou er later ook op, want vandaag was het niks. Zo, dan ga ik even op onderzoek uit wie die Stijn Dijkstra is. Hey Google, wie is Stijn Dijkstra, fotograaf? Op de website natuurfotografie.nl zeggen ze, Stijn Dijkstra is 28 jaar en opgegroeid in een klein dorpje genaamd Leende. Wat begon als hobby, werd passie en momenteel runt hij zijn eigen bedrijf als influencer. Gave foto's en oh wauw, die is ook mooi. Even kijken vergroot. Waar zou dat zijn? Ziet er goed uit zeg. Ik ben benieuwd of ze heel erg bewerkt zijn of niet. Ja, ik zou het ook wel gaaf vinden om natuurfoto's te maken en dan aan de familie te laten zien. Hey! Hallo! Ik zat net je foto's te bekijken. En, wat vond je ervan? Heel gaaf. En wat ik me afvroeg, bewerken ze allemaal of zijn het echte natuur? Is dat zijn de echte kleuren? Zeker, ja. Ik ben eigenlijk momenteel op deze locatie. Ik ben momenteel op de Hoge Veluwe en ik wil je eigenlijk graag uitnodigen voor een dagje om met mij mee te lopen. Wat vind je ervan? Vind ik super gaaf. Leuk, kun je een beetje fotograferen, Madeleine? Nou nee, een beetje selfies, hè, maar verder niet. Meer heb je helemaal niet nodig. Weet je wat we doen? Ik nodig je uit vandaag. Ik neem mijn camerapparatuur mee. Wow. Als jij even een verrekijkertje mee wil nemen, okay. Neem wat water mee, want het is best wel warm. En ik zie dat je een heel leuk outfitje aan hebt. Dank je. Wat heel mooi is natuurlijk. Maar wanneer we wildlife willen fotograferen, is het misschien wel handig als je ietsje rustigere kleding meeneemt. Dus ietsje meer inblenden met de natuur. Ja. Dus als je dat zou willen doen, dan wil ik je uitnodigen om vanmiddag langs te komen. En dan gaan we wildlife zoeken. Nou, dat lijkt me superleuk. Dan stuur ik je mijn locatie door en dan zie ik je vanmiddag. Dankjewel. Lijkt me super gaaf om is te doen. Goed. Tot zo. Tot zo. Zo, de jas heb ik. En dit zijn mijn schoenen. En dit is mijn broek. Nou, het moet gaan lukken. En nou nog even water regelen. Outfit klaar. En kijk eens wat ik heb. Wow, wat is het mooie. Volgens mij ben ik gewoon op de plek waar ik moet zijn.
gaaf hoor. Volgens mij zie ik hem daar staan. Wow, wat een grote camera. Daar red ik het met mijn camera niet van. Stijn! Marlene, hey, zie je er top uit. Je hebt voldaan aan de kledingvoordracht, zie ik. Ja, leuk dat je er bent. Ik ben het braaf vrouwtje, ik luister. Hey, welkom op de Veluwe, wat vind je ervan? Echt heel mooi. Ben je klaar voor een dagje fotograferen met mij hier op de Veluwe? Ja, ik verheug me erop. Nou, dan gaan we niet wachten. Dan geef ik jou deze hoed om het af te maken, want jouw outfit is nog niet compleet. Mag je hem even opzetten en dan mag je bij mij mee. Hey Madeleine. Ja. We zijn bijna op de locatie waar wij dadelijk insecten gaan fotograferen. Insecten? Wat vind je daarvan? Nou weet je, insecten zijn niet echt mijn ding. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want die zitten hier namelijk een heleboel. En wat is jouw favoriete insect om te fotograferen dan? Wacht even. Oeh, misschien toch een spin. Dus er is wel meer dan een spin, maar dat zit niet in Nederland. Nou ja, ik ben minder bang voor een spin dan van die dingen die me prikken. Maar we gaan het meemaken. We zijn er. En heb je ook vlinders? Want dat zijn weer mooie insecten. Die zitten hier. Lieveheersbeestjes. Zeker, die zitten hier heel veel. Er zit hier eigenlijk van alles. Je hebt hier lieveheersbeestjes, vlindertjes. Ho, daar gaat je hoed. En aan onze vraag is, waar zitten ze? En eigenlijk moeten we heel goed in die bosjes kijken. Het leuke is wel, wanneer je loopt, zie je eigenlijk wel van alles wegspringen. Ja. Dus het wemelt er wel van. Maar kijk, hier zie je bijvoorbeeld op deze, dat hier een spin zich genesteld heeft. Ik zie alleen niet waar die zit. Nee, maar hier. Ja, hier. Oh, oh. Maar wat jij mag doen, ga je er maar eens achteraan. En Madeleine, wat heel mooi is, als jij laag komt, dus als jij omlaag komt, des te lager je bent, des te meer je op het vlak van het diertje zit, of van het insect zit. En als je aan het knopje hier voordraait, aan deze, dan kun je de aperture mee veranderen. Ja, wacht even. Het diafragma. Dus probeer er maar eens een keertje aan te draaien en kijk eens wat het doet. Het ene wordt donker. En de andere kant wordt het lichter. Ja. En wat doet dat? Daardoor kun je eigenlijk zorgen dat het insecten scherp zijn en de achtergrond onscherp. Ja. Zie je hem nog zitten? Hij zit daar. En dan wil ik je toch nog vragen, ga eens helemaal liggen. Dan wordt het nog mooier van. Oeps, als ze me maar niet prikken. Daar zit hij. Kijk, en nadat we laag zijn, komt het beestje ook heel erg naar boven in zijn in de omgeving. Hij komt er ook best wel heel groot over nu. Dat komt is er nog niet eentje zo fijn. Aan. Oh, dat is niet zo fijn. Nee. Maar je bent nog op een veilige afstand, vertrouw mij. Ja, dat zo lijkt het niet door die camera. Wow. Dan heb je er eens meer in beeld. Toch een beetje een prettig gevoel. Hele gaaf foto, vind je niet? Ja. Heel mooi. Aan het licht te zien en aan mijn horloge, denk ik dat er iets anders op de planning gaat staan. Ik denk dat we best wel moeten gaan opschieten, want ik heb nog een andere locatie in gedachten. Insecten? Iets anders dan insecten. Maar ik denk dat je dit heel leuk gaat vinden. Cool, let's go! Stijn, ik zie ze. Waar dan? Daar! Oh, daar! Kom! Twee. We moeten wel zelf de camera inzetten. Straks zijn ze weg. Oh, dit is een mooi plekje. Ja. Pak jij hem over? Ja. Oh ja, nou ja. Precies, het zijn er twee. Met een beetje geluk komen ze ook iets meer deze kant op. Volgens mij gaan ze nu dadelijk naar links toe. Het is momenteel de bronste tijd. En dat is de paringstijd. Dus deze twee edelhertjes, die zijn eigenlijk op zoek naar een vrouwtje. En wat zou er nou mooier zijn als die vrouwtjes hier dadelijk ook nog aankomen? Ja, dan worden ze helemaal bestond van wild. Ja. En wat gebeurt er dan? Zodra de vrouwtjes er zijn, gaan ze een brullend geluid maken. Dat is een geluid dat lijkt op het geluid van een leeuw. En wanneer er dus twee mannetjes zijn en de vrouwtjes kunnen kiezen, gaan ze met elkaar vechten. Het is eigenlijk net als met de echte mannen. Is dat zo? Volgens mij zijn we een stukje weggelopen, maar als we nou een stukje meer die kant op gaan, hebben we de kans dat we ze weer kunnen vinden. Moeten we dan niet een beetje opschieten dat we ze niet missen? Dan kunnen we even doorlopen. Ja. Let's go. Oeps. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik de enige was, maar er zijn een hoop. Ik ben blij dat we die andere twee goed doen. Ja, die hebben we goed te pakken. Maar ik denk wel dat ze weer terugkomen. Maar laten we even gaan zitten, dan gaan we even genieten van het moment. Hopsa. Want daar hoort er ook bij. Af en toe moet je ook gewoon eventjes lekker wachten. En, je kan wanneer ze niet activeren wanneer ze moeten. En ze komen wanneer ze willen. En wanneer ze willen. Maar zo is de natuur, toch? En zo zijn wij eigenlijk ook. Ja. Zie je ze? Ja. Heel gaaf. Heb je die linker ook al vastgelegd? Ja. Maar die zat half achter de boom, hè? Nee, maar die andere die kijkt recht naar ons nu, zie je? Prachtig. Oh, wauw. Hij kijkt gewoon recht naar ons, zie je dit? Ja, gaaf. Oeh. Hoppa, lekker. Did it. Oh god, die mens. Ik ben wel benieuwd hoe ze geworden zijn, hoor. Nou, laten we eventjes gewoon zitten, even genieten van het moment en dan gaan we er even naar kijken. Hé, hey, ik heb alvast wat fotootjes naar je gestuurd, naar je telefoon. Dat is eventjes erbij gaan halen. En ik had vernomen dat jij jouw foto's later op jouw album wil zetten thuis.
Ja, want mijn broer is op vakantie. Oh, zij sturen steeds vakantiefoto's. Dus dan denk ik, gooi ik er ook wat foto's tegenaan. Nou, weet je wat we gaan doen? Laten we deze eventjes gewoon in de basis bewerken. Ja. Ik gebruik daar heel vaak Google Snapseed voor. Ja. En wat ik eigenlijk vaak doe bij mijn foto, ik wil er graag iets meer kleur in brengen. Ja. Dus dat kan ik doen door middel hier te klikken en de verzadiging omhoog te brengen. Ja. Nou, dan krijg je al gelijk dat het hert al heel erg begint op te leven. Maar zoals je kan zien is het best wel overbelicht. Ja. Dus ik ga dan iets naar boven en de helderheid haal ik iets naar beneden. En de finishing touch aan de foto is dat ik er een klein beetje scherpte in wil brengen. Dus dan wordt hij net ietsje scherper. Dan wordt hij ook mooier, hè? Wordt hij net wat mooier. En zoals je ziet is dit de foto die we nu hebben. Gaaf, hè? Ja, super gaaf. Dat heb jij gedaan. Tada, dan mag ik trots op zijn. Hey. Wat ik doe, Madeleine, ik ga deze foto's ga ik thuis ook één keertje bekijken. Als het iets minder licht is, ja. Ga ik net even die magic touch geven. Stuur ik ze jou toe en dan kun je ze naar je broer sturen. En wanneer heb je ze klaar? Vanavond. Hi Kloen. Vrouwtje is er weer. Wat een leuke dag. Ik heb samen met Stijn foto's gemaakt en ik ben benieuwd hoe ze zijn geworden. Hij zou ze nog een beetje bewerken en ik wacht af. Oh, hij heeft de foto's doorgestuurd. Wauw. Dat ziet er toch wel heel mooi uit. Ik denk dat ik hier maar een fotoalbumje voor mijn broer voor maak. Dan kan ik ze een beetje natuursfoto's doorsturen. Zo leuk. Oh, dat gaat er gaaf uitzien. Volgens mij kan ik hem nu bijna weg versturen. Dit was hem weer. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Welterusten. Hey Google, welterusten.